Dit is reeds de tweede brief, zegt Petrus. U kent Petrus wel, hè? Dat was die haantje in de voorste bij de Heer Jezus. Hij wandelde altijd met de Heer Jezus. En Petrus die was altijd nieuwsgierig. Hij zei altijd tegen de Heer Jezus, leg me dat nog eens een keer uit. Ik hou zo van die woorden, Heer. En dan wandelde hij met de Heer door het korenveld. En dan liep hij heel dicht bij de Heer Jezus. En dan zegt hij, vertel mij toch de geheimenissen van het koninkrijk. Verlangt u daar ook zo naar de geheimenissen van het koninkrijk? Nou, deze Petrus spreekt vanmiddag in het woord des Heren tot u en mij. En dat zegt hij, dit is reeds de tweede brief, geliefden. Wist u dat u allemaal een geliefde bent? Weet u dat de Heer van u houdt? Weet u dat de Heer u op het oog heeft? Weet dat de Heer u nodig heeft? U bent niet toevallig op deze wereld. Maar God heeft een plan met uw leven en mis dat plan niet. Daarom kom naar de Heer. Hij heeft een plan met uw leven. Hij zegt, geliefden die ik u schrijf, de tweede brief dat ik u schrijf, in beiden tracht ik u zuiver besef door herinnering wakker te houden. Bent u wakker? Ik hoorde maar een paar. Bent u wakker? Ja, die slaapt 's nachts, ja. En wij zijn hier in de middag. Ja, dus door zuiver besef, door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn. Ik weet niet hoe het u gaat, maar ik kom heel veel mensen de laatste tijd tegen die alleen maar het Nieuwe Testament lezen en ontzettend veel boeken. Boeken. Over allerlei dingen lezen ze boeken. Maar weet u, er is maar één woord wat direct tot uw hart spreekt. En dat is de Bijbel. Geen boeken. En de Bijbel die spoort ons aan om voor al die profeten in dat Eerste Testament te lezen. Want zij hebben die openbaring van God gekregen, ook voor deze tijd. En aan het gebod, ik ga verder, en aan het gebod uw apostelen. Want die discipelen die hebben het uit eerste hand. Uit eerste hand van Jezus gekregen. Ja, luistert u naar wat apostelen te zeggen hebben. En aan het gebod van de Heere, uw heiland. Jezus Christus. Tot zover het woord. Amen. We gaan meer lezen, we gaan vanmiddag meer lezen. Maar weet je, we gaan enkele ogenblikken nadenken over het feest van Pinksteren. Pinksteren is een heel oud feest. Dat is niet alleen een feest van het Nieuwe Testament. Maar Pinksterfeest is zo oud als de mens bestaat. Pinksteren betekent 50. Maar Pinksteren wijst naar de doop van Gods geest. God zegt op de eerste bladzijde, het is niet zo goed dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulpe geven. En dan maakt God een vrouw uit zijn eigen body. Maar God bedoelt daarmee dat hij zijn geest wil geven aan de mens. God wil die geest geven aan de mens. Opdat de mens het rechte pad houdt. En dat hij niet afdwaalt van de wegen des Heren. Het is een heel bijzonder feest, dat Pinksterfeest. Men noemt het wel eens het vergeten feest. Want veel mensen weten niet wat ze met het feest aan moeten. Dat is net met hemelvaart. Hebt u het hemelvaartsfeest gevierd? Mag ik eens zien, wie heeft het hemelsfeest gevierd? Altijd.
De meeste mensen die vieren wel als vrije dag. Een extra vrije dag. Meer niet. Maar hemelvaart, dat betekent, weet je wel dat de Heer Jezus zei, het is heel goed dat ik heen ga voor jullie. Ja, en Pinksteren laat zien waarom dat het zo goed voor jou en mij is dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. De Heer die wil ons een nieuwe toerusting geven aan zijn kinderen. Wij zien overal over de hele wereld mensen die zoeken naar een nieuwe dimensie. Naar iets nieuws. Naar iets extra's. Ze zijn uitgekeken om alleen maar hun broek te verslijten op die stoel. Maar ze zoeken naar iets wat de Heer wil geven. De Heer die sprak toch, het is niet goed dat een mens alleen is, maar ik zal hem een hulpen maken. Ja, en dat openbaart zich in Pinksteren, die hulpen. Ja, die eerste dimensie, ja, dat is dat extra. De eerste dimensie is Jezus boven mij aan de rechterhand van de Vader. De tweede dimensie is Jezus die woont, die wandelt naast mij. Dat is dat lied van ik wandel in het licht met Jezus. Wandelt u in het licht van Jezus? Als u nog niet in het licht van Jezus wandelt, dan heb ik vanmiddag voor u een boodschap. Kom in het volle licht van de Heer Jezus. Dat is niet een lidmaatschap van enige kerk of een organisatie of van een Pinkstergemeente. Maar als je met Jezus in het licht wandelt, dan heb je een ervaring, een ontmoeting gehad met de levende God. De derde dimensie. Ja, daar zijn we bij Pinksteren aanbeland. De derde dimensie waar u op zoek naar bent is dat Jezus woont in mij, in ons. Jezus woont in ons. Dat is Pinksteren. Jezus woont in mijn hart. Ja, de Heer Jezus wil van de twee, hij en ik, een eenheid vormen. Hij wil maken van uw hart een vuistgroot hart. Daar wil hij in wonen. Hij is niet een vakantieganger. Hij is niet een gast. Hij is niet een toevallige passante. Hij gaat niet toevallig voorbij. Nee, hij zegt, ik wil wonen in jouw hart. Amen. Als jij mij toelaat in jouw hart, dan ga ik met jou een feest beginnen. Dan krijg je een nieuw leven. En alle dingen zijn voortaan mogelijk als ik in je hart woon. Amen. Zijn jullie stil? Paulus die zegt dat ook. Niet meer. Paulus zegt. Niet meer mijn ik. Maar Christus woont in mij. Er is iemand die groter is dan ik. Een goddelijk persoon. Die zijn leven wenst te leven. In het leven van u en in mij. Dat is heel wat anders dan lid te zijn van een organisatie. Maar Jezus woont in mij. Wat is Pinksteren, broeder? Wat is Pinksteren? Als we daarover beginnen, broeders en zusters, dan is het altijd maar stamelen wat we praten over zulke grote dingen. Al zou ik vandaag gezegend zijn met de welsprekendheid van de engel Gabriël, dan nog ben ik toch niet in staat om te vertellen wat het betekent, die grandioze heerlijkheid, dat Jezus zegt, ik woon in het hart voortaan van de mensen. Weet u, als wij de Bijbel lezen,
De Bijbel is de vuurhaard van God. Daar woont het vuur. Amen. Want Gods woord is vuur. Ja? Vuur is Gods woord. Daar zal al de ongerechtigheid door vernietigd worden. Amen. Door het woord van God. Ja? Ik ga met u lezen in 1 Koningen. Hebt u de Bijbel? 1 Koningen, daar ga ik met u lezen. 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 19. Zoekt u het maar even op. 1 Koningen 19, vers 19. Daar heeft God voor jou en mij voor 2015 een voorbeeld gegeven. Ja, we gaan terug naar de profeet Elia. Elia vierde ook Pinksterfeest met Elisa. En dan krijgt u een beeld van wat Pinksteren is. 1 Koningen 19, vers 19. Hij trof Elisa aan, de zoon van Zafat, bezig te ploegen. Toen Elia hem voorbij ging, wierp hij hem de mantel toe. Nu gaan we naar 2 Koningen 2, vers 11. Dat is 4 bladzijden verder in uw Bijbel. 4 bladzijden verder in uw Bijbel. Zoek het maar even op. Zoek het maar even op. Doe even moeite voor het woord van God. 4 bladzijden verder. Ja, daar staat dan. Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was. Hij keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. Hij sloeg op het water en dit verdeelde zich. Ik ga niet de hele geschiedenis lezen, u kent de geschiedenis, neem ik aan. Maar het gaat mij om Elia en Elisa. In het Pinkstergebeuren gaat het om Jezus Christus en u en mij. Het is niet een feest voor uw buurman. Nee, het Pinkstergebeuren gaat om Jezus Christus en jou. Daar gaat het om. Het woord van God spreekt altijd direct tot de persoon. Heel veel mensen die kijken om zich heen en die denken, oh, dat past precies bij mijn buurman. En dat past precies bij mijn buurvrouw. Oh ja, nee, ik niet. Maar God heeft u op het oog vanmiddag. U op het oog. Weet u, Elia, de grote vuurprofeet, hij had een wonderbare karmelervaring. Ja? Hij had niet gevraagd, Heer, alstublieft, een beetje vuur te geven. Nee, deze grote mensen in het Oude Testament, in het Eerste Testament, deze mannen waren van groot innerlijke statuur. Ze hadden moed, ze hadden durf. Ja, dat zij het vuur geboden te vallen. Vuur, kom. Amen. Hij gebood de regen te komen. En de regen kwam. Amen. Want hij handelde in de naam van Jahwe, de grote God die hemel en aarde geschapen heeft. En in wiens dienst hij stond. En die God is niet veranderd. Die God is hier. Die God die wil komen in jouw leven. Die God die wil jou aanraken. Hij wil een keer brengen in je lot. Die grote God. Ja. Zoals Jozua. Hij zei, sprak. Zon, sta stil. En weet u, door het woord van Jozua stond de zon stil. En de elementen die raakten niet in de war. Nee, het was geordend. Want toen de zon weer, toen het de tijd voorbij was, toen was alles weer normaal. Ja. Jacobus 5 vers 17 die zegt dat deze mensen
normale mensen zijn zoals u en ik. Elia zou Jansen kunnen heten vandaag. Een gewoon mens, zegt Jacobus. Ja? We zouden zeggen, heb jij Elia vanmorgen gezien? Nee, niet gezien. Nee, hij zat achteraan in de kerk. Hij viel helemaal niet op. Ja? 13 mensen gaan in een dozijn van zulke soort mensen. Gewone mensen. Maar weet u, Gods kracht woonde in hem. Gods kracht wil komen in u. Ja? Deze grote man, nadat het vuur gevallen was, zag hij het even niet zitten. Hebt u wel eens een moment dat u het niet ziet zitten? Ik heb grote mannen Gods ontmoet. Die grote dingen gedaan hebben. Die spraken tot 100.000 mensen. En op een gegeven moment waren ze overspannen en zagen ze het niet meer zitten. Ook Elia op een gegeven moment zag het even niet zitten. Hij vluchtte naar de woestijn. En die ging daar liggen onder een braamstruik. Onder een bremstruik. En hij zei tegen God, ach Heer, laat mij maar doodgaan. Ik zie het niet meer zitten. Laat alles maar voorbij gaan. Maar weet u, onze God laat nooit varen het werk wat zijn hand begonnen is. Hij maakt altijd af wat hij begonnen is. Het werk wat hij in u begonnen is, dat kunt u niet ontlopen, mijn broeder en mijn zuster. Je kunt gaan naar het uiterste der wereld, maar daar is ook God. Je kunt gaan naar de maan op mijn pad. Maar ook daar is God. Amen. En hij maakt zijn werk in u af. Amen. Amen. Wat zijn jullie vanmiddag stil? Ja? God die stuurt een engel. En die maakt voor Elia een dinertje. Wat eten maakt hij. En dat was een wondere maaltijd. Want Elia kon door deze maaltijd, kreeg hij zijn geestelijke hulp weer. Hij kreeg weer zijn geloof terug. En hij kon 40 dagen zonder eten in die woestijn leven. Door de maaltijd die God aan hem gaf. Is dat niet wonderbaar? Amen. Nou, en toen gaf God hem de opdracht. God gaf hem de opdracht en die zei, Elia, ga terug naar Israël. Zoek een jonge man op, zijn naam is Elisa. Ga hem opzoeken en zalf hem tot profeet in jouw plaats. Elia deed dat. Elia vond de jonge man op de akker van zijn vader. Met 12 span ossen. Aan het ploegen was hij. Hij liep naar hem toe. Het is wonderlijk hoe God mensen roept. Hij liep naar hem toe. En weet je wat hij deed? Hij deed zijn mantel uit. Jan, kom eens hier. Hij deed zijn mantel uit. En die hing hem over de schouders van Elisa. Meer deed hij niet. Goed zo, Jan. Hebben jullie dat gezien? Geef maar weer terug. Dat deed hij. Veel mensen begrijpen niet wat God daarmee te bedoelen heeft. Maar Elisa wel. Elisa die ging naar Elia toe. Elia had helemaal niet tot hem gesproken. Elia had niks tot hem gezegd. Alleen met die mantel over die schouders gelegd.
Elise begreep het wel. En die zegt tegen Elia, Elia, geef mij enige tijd. Geef mij tijd om afscheid te nemen van mijn vader en moeder. Laat mij mijn vader en moeder kussen en dan ga ik je volgen. Heel goed eens, zegt Elia. Neem afscheid van je vader en moeder. Als u het stuk leest, dan ziet u dat Elisa zijn oude leven opruimt. Hij gaat zijn ossen slachten. En van de ploeg maakt hij een kampvuur. Een barbecue, zouden we vanmiddag zeggen. En Jan en Lief en Margriete hebben ook een barbecue georganiseerd. Opdat dit feest jullie heel goed in de gedachten komt. Daarom hebben ze die barbecue jullie aangeboden. Want dat deed Elisa ook. Hij ruimde zijn oude leven op. En hij nam het besluit. En dat vlees van die ossen gaf hij aan de mensen rondom hem. En hij zei, ik ga God dienen. Ik volg voortaan Elia. Die mantel, dat is niet een stukje textiel. Maar die mantel heeft een diepere betekenis. Het is niet een oude regenjas dat Elia denkt, nou die heb ik nu toch niet meer nodig. Die geef ik maar aan Elisa. Nee, met die mantel daar kunnen wonderbaarlijke dingen doen. Weet u, die eerste mantel die draagt de naam, luistert u goed, de roeping van God. Wat betekent die eerste mantel? God roept je. God roept u vanmiddag. God heeft mij niet toevallig deze boodschap gegeven voor vanmiddag hier in Wirden, maar speciaal voor u. God roept u. Gaat u weg? Och, jammer. Het is nog maar net begonnen. Maar ik kan echt niet anders. Och, jammer. Jammer. Nou, de Heer zegent u. Fijne Pinksteren. Ja, eens gelijk. Ja. Het is geen oude regenjas. Dat Elia andere dingen gaat doen. Het is iets anders. God dank dat die mantel nog steeds daar is. En dat die mantel steeds nog op schouders wordt gelegd van mannen en vrouwen. Want God roept ieder mens. Op welke plaats dat je ook bent, God roept je. Welk werelddeel dat je ook woont, God roept alle mensen. Weet u, zo'n mantel heeft veroorzaakt twee dingen. Als je de mantel op je neemt, dan word je de gelukkigste mens van de wereld. Want die mantel, die roeping van God, als je daarop ingaat, geeft je blijdschap en liefde voor de mensen in je hart. Dat is het eerste wat God doet. Als je tot God nadert, dan geeft hij jou een nieuw hart, nieuwe visie en hij geeft je zijn liefde in je hart. Maar als je die mantel weer afschudt, dan word je de miserabelste mens van de wereld. Ik heb mensen ontmoet die uit het evangelie zijn gestapt en ze hebben nooit meer het geluk kunnen vinden. Ja. En ze misten die blijdschap die die eerste mantel gaf. Toen Elisa die mantel kreeg, toen is hij niet meteen begonnen te profeteren. Hij is Elia nagevolgd. En de Bijbel die zegt in 1 Koningen 19,
vers 21, dan zegt de Bijbel, hij maakte zich gereed, Elia volgde en hij diende hem. Ik denk dat Elisa misschien de sokken ging wassen voor Elia, zijn broek persen en schoonhouden. Hij ging, denk ik, een potje voor hem koken, meer niet. Hij volgde Elia. Heel veel mensen, als zij Jezus volgen, willen niet klein worden. Maar weet je, Elisa, van hem staat beschreven in 2 Korinthe, in 2 Koningen 3 vers 11, dat hij alleen maar, zo stond hij bekend bij het volk, hij goot alleen maar water over de handen van Elia. Weet je, als je tot Jezus komt, dan moet je eerst bereid zijn om klein te worden. Je moet eerst klein worden. Weet u, de discipelen hadden ook daar een gebrek aan. Die wilden de hoogste worden. Maar als je in het koninkrijk van de hemelen komt, moet je eerst klein willen zijn. Net zoals Elisa. Er viel nog een tweede mantel Elisa tegemoet. Dat was de mantel van de zalving van de Heilige Geest. De eerste mantel, de mantel der roeping. De tweede mantel die je van de Heere krijgt, dat is de mantel van de zalving van de Heilige Geest. De Heere die zegt tegen u en mij vanmiddag, ik heb nog een betere mantel voor jou dan de mantel van de roeping. Ik heb dus een mantel voor je die beter voor je is, die bij je past. De tweede mantel, toen Elia volgde en Elia zich opmaakte om naar de hemel te gaan, met de hemeltaxi, met de vurige wagen, was daar een tweede mantel. En weet u, dat gaat ook gebeuren. Dat hemel gebeuren gaat ook gebeuren in de eindtijd. Want dan zal de gemeente in zijn totaliteit de Heere tegemoet gaan in de lucht. Op dezelfde wijze als Elia afscheid nam. Weet u, toen Elia afscheid nam en Elise zag dat er scheiding kwam tussen hem en ik neem aan dat de hemel geopend werd en dat er een windvlaag was en dat Elia in de paarden, vurige paardenwagen stapte en naar de hemel ging. En al dat aardse, dat viel weg. Dat bleef achter. En hij maakte zich gereed om de hemel te gaan. En Elisa die riep, 2 Koningen 2 vers 12. Mijn vader, wagens en ruiters van Israël. Hij was verdrietig. Hij was als een wees achtergelaten. U weet wat ik bedoel. Jezus Christus zei, Johannes 14 vers 18, ik zal u niet als wezen achterlaten. Elisa was ontheemd.
Hij had geen vader, geen leidsman, geen voorbeeld meer. En verdriet, van verdriet scheurde hij zijn klederen. Daar komt het op aan. Als je een ontmoeting hebt met Jezus, dan moet je bereid zijn om je oude leven af te leggen en je uit te strekken naar een nieuw leven. Zeg het nog een keer in de microfoon. Hebben jullie mij niet verstaan? Nog een keer. Ik zeg het nog een keer. Op verzoek van Jan. Als je Jezus Christus aanneemt, moet je bereid zijn om je oude leven af te leggen. Dat vleeselijke leven met al zijn bekoringen, al zijn idealen afleggen. En dan krijg je een nieuw leven van de Heer. Amen. Zo goed, Jan? Ja. Jan Margita? Weet u, de Heer Jezus zei... Als je mij volgt, dan zul je dezelfde dingen doen. Johannes 14, vers 12. Als je mij gelooft, zul je dezelfde werken doen dan ik. Dat zegt hij vanmiddag ook tegen jullie. Als jij in Jezus Christus gelooft, zul je dezelfde werken doen dan hij. Nou, Elisa, die raapte die oude mantel op. En wat deed hij? Hij rolde hem op. En hij kwam bij de Jordaan en hij sloeg op het water. En wat gebeurde er? Scheurde. Het water scheurde. Net zoals bij Elia. Hij deed dezelfde dingen dan zijn voorganger. De tweede mantel die wij krijgen, dat is een mantel van wonderen en tekenen. De mantel der roeping had hij al, maar de tweede mantel was de mantel van kracht, helende kracht, opbouwende kracht, regenererende kracht van de Heilige Geest. Het is een wonderbare voorziening van de Heer. En God help ons dat wij hier vanmiddag, dat wij hier al onze ideeën en filosofische weefsels als kleren zullen scheuren en de dingen van boven zullen accepteren. Weet u, als je Jezus volgt, krijg je de kleren des harten. De kleding des harten. Amen. Die krijg je van God. Ik denk ook, vanmiddag als ik zo denk, dan denk ik dat de apostelen, vooral Paulus en Petrus, dat die mantel hebben ontvangen. De doop in de Heilige Geest. Zien hun daden en hun successen. Ik denk dat hij gevallen is op de schouders van hun. En de Heer die zegt in Matthäus 18 vers 19. Ga daarmee heen in de gehele wereld tot het uiterste der wereld. De opdracht is die vandaag verzelfde als aan Paulus en Petrus en de apostelen. Ga heen, zegt de Heer. En vertel de heidenen in hun heidens denken dat Jezus Christus gekomen is. En dat hij vandaag nog dezelfde is. En dat hij wil komen in jouw leven. Vertel dat die mensen die zonder God leven. Als u hier vanmiddag zonder God leeft, dan zeg ik u. Jezus Christus staat aan de deur van uw hart. En hij klopt
En hij wil binnenkomen. Hij wil feest met u vieren. Amen. 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 Gelooft u dat met mij? Amen. Met welke kracht hebben die, weet u, de eerste 100 jaar, ik heb het van de week ook op mijn Bijbelstudie verteld, de eerste 100 jaar hebben ze heel Klein-Azië, hebben ze het evangelie van Jezus Christus gebracht. De eerste 100 jaar. De 7 grote tempels in Athene zijn gesloten. Er waren geen mensen meer om daar te bidden. Want ze hadden allemaal hun hart gegeven aan Jezus Christus. En bidders waren daar niet meer in die heidense tempels. Ze werden gesloten. Met Johannes 16 vers 17 had Jezus gezegd. Het is beter voor jullie dat ik heen ga. Ze zeggen, Heer, we zouden nog zo graag dat u nog een tijdje bij ons blijft. We hebben u zo nodig. Nee, zegt de Heer Jezus, het is beter voor jullie dat ik heen ga. Want als ik heen ga, dan zullen jullie die tweede mantel krijgen. De Heilige Geest. En die zal jullie persoonlijk leiden in alle waarheid. En als u hier vanmiddag bent en Pinksterfeest wil vieren en u zegt ik heb die geest nog niet gekregen, dan mist u die tweede mantel. En dan mist u de doop in de Heilige Geest. Dan bent u eigenlijk stuurloos in deze wereld bezig. Want die Heilige Geest geeft correctie, die geeft leiding, die geeft visie, die laat zien waar het op aankomt in het Koninkrijk van de Heer. En zonder deze geest is er geen kracht, is er geen overwinning. En dan val je iedere keer en dan struikel je telkens weer. En dan moet je steeds weer opstaan. Maar wanneer de Heilige Geest in je komt wonen, dan ben je overwinnaar. Ja, wat zeg ik? Meer dan overwinnaar. Ja. Oh, ik kom tegen christenen tegen die zeggen, oh Gerrit, ik val iedere keer weer. Ik struikel steeds weer. Ik val altijd weer in het oude leven terug. En het lukt bij mij niet. Dan zeg ik tegen u vanmiddag, laat je dopen met de Heilige Geest. Want dan hou je het rechte pad. Want hij is je leidsman. En hij wil je helpen. Stel je nou eens voor dat Elisa, die mantel zag liggen op de grond. En hij kijkt naar die mantel en hij zegt, ja, hij zit daar, wat zal ik ermee doen? Zal ik die mantel oprapen? Of zal ik hem laten liggen? Misschien zijn hier vanmiddag mensen die zeggen, ja, wat moet ik met die Heilige Geest? Misschien bent u hier vanmiddag toevallig. U bent meegenomen door iemand. En die zegt, ja, moet eens luisteren. Ik hoor, hier gebeuren vreemde dingen voor mij. Ik heb gehoord dat die mensen in een vreemde taal spreken. En ik heb gehoord dat die mensen zeggen, halleluja, prijs de Heer. Ik kan dat niet plaatsen, ik moet het maar eens overdenken. Ja, stel voor dat Elise zo ook redeneerde. Wat moet ik ermee? Moet ik het aanvaarden? Of zal ik mijn eigen weg maar gaan? Weet je, als Elisa die tweede mantel niet had geaccepteerd, dan had hij zonder kracht geweest
En dan had hij met zijn voetjes door de Jordaan moeten lopen. Maar hij had die tweede mantel ontvangen. En door die tweede mantel baande die mantel de weg door de Jordaan. En kon hij met droge voetjes aan de andere kant komen. Alleen met die mantel. Jezus Christus heeft gezegd: ik zal jullie dopen, niet veel dagen nadien. En dan zul je de Heilige Geest ontvangen. Als ze dat niet hadden geaccepteerd, dan hadden ze krachteloos geweest. Dan hadden ze stuurloos geweest. Want dan hadden ze als wezen geleefd in deze wereld. Maar de discipelen, die zaten in die opperkamer. Ze zaten in die opperkamer en ze luisterden. Welkom vanmiddag, jonge mannen. Welkom. Wij zijn, misschien kan ik dat even vertellen, wij zijn bezig hier Pinksterfeest te vieren. En er worden straks nog een paar mensen gedoopt. En jullie zijn hartelijk welkom om daarbij aanwezig te zijn. Wat verschil zit er nou tussen? Wat verschil zit er nou tussen de traditionele kerk en het Pinkstergebeuren? Weet u wat voor verschil er tussen zit? Zal ik het u zeggen? Dat is die tweede man. De kerk heeft gezegd, dat was voor vroeger. Dat is niet voor nu. Weet u, daarom is het Pinksterfeest ook een vergeten feest. Want wat moeten we daarmee? Dat is toch voor de apostelen? Die mantel van Elia, dat was toch de mantel van Elia? Maar Elisa accepteerde die mantel en daardoor kwam hij in de wil van God te staan. Weet u, zoals de traditionele kerken het afgewezen hebben, zo zijn er ook veel mensen in de Bijbel. God is een God van Pinkstergebeuren. En Pinkster staat voor vuur. Voor vuur. En toen Mozes bij de steppen van Midian was en hij daar wandelde, sprak God hem toe vanuit het vuur. God riep hem vanuit het vuur. En God die zegt: ik ga je zenden. Ik ga je gebruiken. Je hoeft alleen maar te zeggen tegen die koning, die farao: laat mijn volk gaan. En Mozes, en zo zijn er velen bij ons vanmiddag ook. Want ik heb hier op het oog. Mozes zegt: kunt u niet een ander zoeken? Want ik ben zwaar van tong. Ik stotter. Neemt u alstublieft mijn broer, Aaron, hij is vlot van tong. Hij is beter dan ik. Nee, zei de Heer, ik heb jou op het oog. Weet u, de Heer vergist zich niet. God heeft u vanmiddag op het oog. U die luistert naar mij, God heeft u op het oog. God weet precies wat hij doet. Jezus
Jezus zegt in Johannes 14, vers 12 en 14. Voorwaar, zegt hij. Eigenlijk zegt hij. Houd mijn woorden voor waar. Houd ze voor waar. In het Johannes-evangelie zegt Jezus 25 keer voorwaar. Met een hele belangrijke boodschap. Weet u, eigenlijk zegt Jezus, het zal waar en zeker zijn. En dat waar en zeker vindt u terug in het woord amen. En dat is één van de 1256 namen van Jezus Christus. In Openbaringen 3 vers 14 staat, dit zegt de amen, de eerste en de laatste. Hij is de amen, het waar en zeker. En dan zegt hij, wie in mij gelooft de werken die ik doe, pardon Heer, de werken die u doet, u hebt doden opgewekt Heer, u hebt zieken opgewekt genezen Heer. De Heer zegt, dat heb je goed gelezen mijn jongen, heb je heel goed gelezen. De werken die ik doe, zal jij ook doen. Maar Heer, ik ben maar zo zwak. Nee, zegt de Heer. Er is nog meer, mijn jongen. Want achter de werken die ik doe, staat geen punt. Kijk u maar even in uw Bijbeltje. Daar staat een komma. Dat betekent dat de boodschap groter is. De werken die ik doe, die zul jij ook doen. En nog groter dan deze. Maar ja, zegt de Heer, want zie, mijn geest, mijn karakter en ik kom in jou wonen. Wij maken ruimte in je. En als u uw hart open doet op Pinksterfeest, dan is het de gelegenheid dat de Heer komt inwonen, het oude wegneemt en zijn kracht in u doet wonen. We naderen het einde van mijn betoog. Ik zie dat u op uw klokje kijkt. Weet u, toen Elisa, we gaan terug naar Elisa, toen Elisa daar met die mantel op het Jordaanwater sloeg, toen ging dat water scheiden en 50 jonge mannen, luistert u goed, 50 jonge mannen stonden te kijken. Weet je wat ze zeiden? De geest van Elia is op Elisa. 50, kent u dat woord? Wat betekent het woord 50? Pinkster. Je hebt altijd mensen die staan te kijken bij Pinkster. Die willen beoordelen wat ze zien. Met hun aardse visie willen ze hemelse zaken een plaats geven. Maar laat mij u zeggen, dat is onmogelijk. Met aardse ogen kun je geen hemelse dingen waarnemen. Weet u, deze 50 mensen die hadden alles van verre gade geslagen.
En in Matthäus 28, 26, vers 58 staat dat er was een discipel die Jezus van verre volgde. Dat is niet een goede plaats, hè? Bent u met mij eens, hè? De Heer Jezus volgen van verre. Als je Jezus wil volgen, moet je achter hem zijn. Of naast hem. Ik wandel in het licht met Jezus. Hè? Daar zijn we mee begonnen. Niet van verre. En deze 50 mensen, die horen het getuigenis van Elisa. Elisa vertelt van de grote daden die hij gezien heeft. Elia is naar de hemel gegaan. Dat is een groot woord, Elisa. Nou, dat geloven wij zomaar niet, hoor, zeiden ze. Die geest waar jij het over hebt, Elisa, die zal Elia wel opgenomen hebben en ergens op de bergen neergezet. Elisa, een boerenzoon, ongeletterd, ongestudeerd, maar vol van de Heilige Geest, zag de grote dingen Gods. 50 Bijbelstudenten, ik denk Samuel of Elia heeft dat instituut gesticht. En ze hebben daar jaren op de Bijbelschool gezeten. Zij zeggen, wat wil je ons nou vertellen, boerenpummel? Jij hebt helemaal geen Bijbelstudie gedaan, je hebt geen Bijbelkennis. En wil je ons leren van de Heilige Geest? Wij gaan zoeken met elkaar. 50 mensen gingen zoeken. Elisa zei, je hoeft niet te zoeken, want hij is echt naar de hemel gegaan. Ik heb het met eigen ogen gezien, geloof me. Elisa, jij vergist je, jongen. Jij hebt hallucinaties gezien. Fata Morganas heb je gezien. Het is niet reëel. En ze gaan zoeken. Ze gaan zoeken. 1 dag. 2 dagen. En ze hebben al die bergtoppen afgezocht. En de 3e dag keren ze terug. En ze hebben gezegd, we hebben hem niet gevonden. We hebben hem niet gevonden. We hebben hem niet gezien. Zo zijn er ook nu mensen die kritisch kijken. De doop in de Heilige Geest, het spreken in tongen. Nou, wacht even, dat wil ik eerst uitzoeken. Gezichten, ze twijfelen. Is dat wel echt? Dat was toch voor vroeger? Wij hebben dat niet geleerd op onze scholen. Maar God vergist zich. Het is de realiteit. De Bijbel zegt, het zal zijn in het laatst der dagen. Zegt God. Zeg ik niet, Gerrit Hiemstra. God zegt, het zal zijn in het laatst der dagen dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Op u. Op u. Op mij. En jullie zullen gezichten zien. Jullie zullen profeteren. Zeggen, zo spreekt de Heer. Weet je, er zijn nu ook mensen, als je met zieken bidt en ze worden genezen, dan zeggen ze, ja, zou dat nu wel echt zijn? Zou dat wel blijvend zijn? Zij twijfelen aan de kracht van God. Hoe kunnen ze dan de kracht van God waarnemen als zij aan de kant blijven staan? En als er doden opgewekt worden,
Dan zeggen we, ja, maar zou die wel echt dood geweest zijn? Ze twijfelen aan het van God. Heel veel mensen zeggen, de vervulling met Gods geest, is dat wel nodig? Hebben wij dat gelovigen wel nodig? Ik zie dat niet zo. Maar God heeft het gegeven. God zegt, het is niet goed, beste man, dat je alleen blijft. Geef ruimte in je body voor mijn geest. Opdat jij ook overwinnaar zou kunnen zijn. Weet u, die eerste mantel is niet goed genoeg. Dat is de mantel van inkering. Dat is de mantel van bekering. Dat is de mantel van overgave. Dat is de mantel van roeping. Maar die tweede mantel, dat is de mantel van kracht uit de hoge. Die God in jou wil geven. Daar kun je niet zonder. En daarom is Pinksterfeest. Amen. Daarom heeft Jan en Margriet het deze middag georganiseerd. Weet u, ik heb nog nooit gelezen, misschien u wel, dan mag het u het mij zeggen. Ik ben meer dan 50 jaar evangelist. Ik heb nog nooit gelezen, en als hier vanmiddag iemand is, die mij kan laten zien vanuit de Bijbel, dat jullie weten waar het staat. Ik heb nog nooit in mijn Bijbel gelezen dat God de Heilige Geest heeft teruggegeven. Ik heb wel gelezen in mijn Bijbel dat God zijn geest heeft uitgestort. Amen. En dat hij bedoelt om, wil vervullen iedereen die Jezus heeft aangenomen, dat ze gedoopt worden in de Heilige Geest. Gods geest is hier. En ik wil u vragen vanmiddag. Als u uw hart gegeven hebt aan Jezus Christus. En die tweede mantel nog niet hebt aanvaard. Sta op. Laat je dopen met de Heilige Geest. Aanvaard die tweede mantel. Daarom zijn we vanmiddag hier. Weet u, de discipelen die hadden een zaal opgezocht. En ze hadden een samenkomst georganiseerd. En ze waren eerst met 12. En toen waren ze met 120. Want er waren belangstellenden. Die hadden het woord gehoord. En ze zeiden, wij willen met jullie feest vieren. Wij willen met jullie zijn in die opperkamer. En toen kwam dat geluid, weet je wel, van die wind. Die wind die kwam in die zaal. En er verscheen op die hoofden van die mensen tongen van vuur. 120 mensen werden gedoopt met de Heilige Geest. En ze begonnen in andere talen te spreken. En het was een wonderbaar feest. Als u nog niet gedoopt bent met de Heilige Geest, wil ik met u bidden. Jan en ik, wij willen de handen opleggen en God vragen om de doop in de Heilige Geest. Als u Jezus nog niet aanvaard hebt, wil ik u bij Jezus brengen. Geef je hart aan hem en laat je dopen met de Heilige Geest. Weet je, op de eerste Pinksterdag was het feest in Jeruzalem. De stad was vol met mensen. En God sprak door de monden van eenvoudige mensen tot al die mensen in allerlei talen. Er waren meer dan 120 talen. En iedereen die daar was, hoorde de geest spreken in hun taal die zij zelf spraken. En weet je, op dat Pinksterfeest waren... Er kwamen 3000 mensen tot bekering. Ze hadden gehoord en ze zeiden, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Wat moeten we doen? Petrus zei, bekeer. Bekeer, geef je hart aan Jezus.